Jongens, welkom bij het tweede item waarin we Soraya gaan omtoveren tot Lara Croft. En je weet wederom helemaal niks. Ik heb geen idee. En wij lopen door het bos. Ik heb het idee dat het een beetje Soraya zoekt God aan het worden is. Dat is ook natuurlijk een docu-stijl. Een bos lopen. We liepen hier zo. Waar is die nou? Maar we gaan hier een heel leuk plekje voor ons opzoeken. Want we gaan hier wel iets echt heftigs doen. Voor mij niet, want ik heb het al wel eens gedaan. Maar Soraya gaat het denk ik voor het eerst doen. Heel veel dingen komen nu in me op. Hou mij van commentaar. Ja, goed. En ik denk dat wij links hier ergens het bos in gaan. Spannend. Let's go, Peter. We gaan gelijk de bosjes in. Ja, we gaan de tweede stap zetten in het jou maken tot Lara. En ik wil even zeggen van waar jij de Lara Croft bent van de Nederlandse game-industrie, ben ik nog natuurlijk wel een beetje de Nathan Drake van de Nederlandse game-industrie. En ik ga je all the way helpen. Oh, gelukkig. Je hoeft niks alleen te doen. Ik ben erbij. Fijn. Ga je ook echt meedoen? Ik ga ook meedoen. Ik word minder bang nu. Nee, dat is waar. Maar het is wel waar. Want Lara die doet natuurlijk in de game heel veel diertjes eten. Oh, dat gaan wij nu ook doen. Nee! Super vet! Oh, vind je vet? Oh, wat jammer. Ik ben zo bang voor insecten. Okay. Ik heb nu al zweet in mijn handen voor deze dooien. Ja, deze zijn het engste. Deze zijn het grootste. We beginnen met kleine, gaan later naar grote. Oh, en ik heb dus ook zo'n Tweede Wereldoorlog pan meegenomen. Van dat je het gewoon goed kunt serveren. En ik had zelfs, dacht ik, want het is voor de smaak, heb ik peper meegenomen. Ik dacht, dat maakt het misschien even net wat. Lekker hoor. Lekker. Peper. Ik kan vertellen wat ik allemaal heb. Nou, dit zijn de grasshoppers. Dit zijn de sprinkhanen. Deze zijn het heftigst. Dit zijn de meelwormen. Die heb ik ook. Meelwormen. Ik heb kippenvel op mijn benen zelfs. Die zijn heel eng. Dit zijn crickets. Dit zijn krekeltjes. Oh, ik heb wel aan alles gedacht, maar niet aan die. En dit zijn nog meer krekeltjes, maar dan op een andere manier gebrand. Ik ben blij dat we smaak hebben, verschillende. Ja. Deze doen we als laatste, die zijn echt heftig. Oh, ik hoop echt dat jij dan zo erg gaat kokhalsen, dat je denkt, die doen we niet meer. Ik weet hoe het smaakt. Het smaakt prima. De eerste kleinste? Ja, die vind ik het viest. Oh, fijn. We gaan gewoon beginnen met de meelwormen, want die zijn het kleinst. En ik heb ook helemaal geen bestek bij me, dus we moeten het gewoon echt met de hand doen. Zoals je dat ook in nature doet. En oh, dit geluid alleen al. En ik zou je zeggen, per 100 gram 550 calorieën. Dikke Lara. Het zit heel veel calorieën. 37,2% vet. Nou, prima. Ik zou zeggen, doe je ding. Oh. Ik ga het ook doen hoor, maar je moet wel even als eerst. Oké. Ik pak eerst eentje vast. Doe maar even lekker een grote. We gaan niet zitten piepen. Oké, kom maar. Alsjeblieft. Maar dit is dus het hele lichaampje, niet alleen het omhulseltje. Deze hele lichaampje. Hij heeft ook een kopje nog. Ik wou dat zeggen, hij heeft ogen. Oogjes. Ik weet een beetje aan nootjes of zo. Oké, ik ga eerst even likken. Sorry. Ik smaak, ik proef niet. Oké. Ik moet niet nadenken. Kopje eraf. Oh ja? Gewoon full on mental. Oké. Wat is dit? Het zit echt overal nu ook. Oké, maar één meelworm is natuurlijk geen meelworm. Kom maar. Eén meelworm is geen meelworm. Dat is de slogan van de. Nee. Oké. Even een handje. Ik heb de smaak nu te pakken alsof ik hier net chips eet. Nee, precies, want nu weet je precies hoe het smaakt als je een handje neemt. Doe maar. Oeh, die is heel vies. Nee, goed, sorry. Ga verder. Sorry, ik zit nog even steeds die ene te verwerken. Hij blijft ook overal. Ja, dat klopt. Het blijft wel echt overal zitten. Net als popcorn overal vast zit, is dit nu overal. Nou, dit is nature's popcorn. Ik ga zo hard over mijn nek vandaag. Oké. Het is de hoop. Wat, dus er steekt ook iets uit die lichaam. Ja, dat is ook wat ik heel goor vind als het uitsteekt. Oké, ik kan het. Het zijn nootjes. Ik hou niet zo van nootjes. Oké. Dit is nog veel viezer. Maar ik vind het ook niet lekker. Je moet nog doorslikken ook. Ja. Het is niet eens zaterdagavond. Ik had er toch een peper op moeten doen, of niet? Ik had al een droge bek. Oh. Nee, gaat goed. Denk ik. Oh.
Leuk item, hè? Oeh, ja, vet leuk. Oeh, je wordt Lara. Maar dit is ook wat Lara doet. In de game krijg je allemaal upgrades door allemaal paddo's te eten en zo. Nou, ik dacht, oeh, paddo's, spannend. Aan kikkers likken. Oké, nee, dat zou nog erg zijn. Oké. Ben je klaar voor de volgende? Oh, ja, doe maar. Oh, ik heb helemaal muffige smaak in mijn mond. Ja, het is echt heel muffig, ja. Dit is ook tenminste lekkere, dus ik ga nu de lekkere voor je pakken. Zeg maar, alsof je oma's overleden hebt nog aan de arm gelikt. Dat heb ik in mijn mond. Dit zijn de krekels. Oh, die zijn echt een stuk groter. Die zijn een stuk groter. We gaan elke keer een maatje omhoog. En hier zie je ook de pootjes te lekker naast hangen. En vleugels. Oh, dankjewel. Dit gaat alles zoveel beter maken. Als dit er niet was, dan wilde ik het niet, hoor. Ja, ik denk, neem even peper mee. Deze is heel groot en dik. Hier. Oké. Okay. Oh, ik voel zijn pootje. Ik ga weer dezelfde tactiek doen. Oké, kom hier met je billen. Blijf jij ook achter je tanden plakken die meer worden? Overal zit het. Ik ga zo te denken gewoon met de vreemde tongen. Gewoon dat het leuk is. Nou, ik je kan met mij zoenen nu. Lekker. Want ik ben net zo vies. Ze smaken nergens naar als ze aan likt. Oké. Okay. Nee, dit is niet lekkerder. Wel toch? Oh, hell no. Dit is dan maar erger, maar dikker. En ook droog. Ik vind deze wel oké. Okay. Het is echt of ik iets opgedroogd eet. Het is ook gedroogd. En, maar steeds meer, zo'n barbouska een beetje dat idee. Zo. Dit is opgedroogd, alles is opgedroogd. Ja, maar ik zeg altijd maar, één krekel is geen krekel. Ja, oké, kom maar, kom weer. Vijf. Vijf in één keer, dan ben je een heldin. Oeh, die pootjes zitten er nog aan. Ja, maar het is heel goed voor je tanden schijnt. Want alles tussen je tanden wordt gereinigd door die pootjes die er overal tussen komen. Dat is waar. Ze zitten zo in mijn mond. Ja. Sorry. Nou, we zijn al dood, toch? Nou, ze hebben een moeder en ze hebben familie. Dat is waar. En die komen allemaal achter me aan. Oké. Nee, dit is niet lekker. Oh. Kauwe. Er moet ook geen water bij ons. Nee, dat is het allerergste. Niet gewoon eten. Ik had ook het idee dat het lekkerder was, hoor. Toen wij het ooit een keer op hebben, dacht ik echt, het is lekker. Maar die volgende vind ik wel echt lekker. Die zijn echt heftig. Het erg is, ik probeer dus eerst gewoon te kauwen zonder slijm of zo erbij. Zodra je slijm erbij hebt, dan ben je fucked. Waarom? Nou, dan ga je het proeven. Oh, precies. En dan denk je ineens, oh, ik heb iets vies. Ja, ik zag je doen, ja. Oeh, maar het is gelukt. Het ergste wat ik ooit heb gegeten, is mijn eigen pasta. Ja, maar die is ook wel echt smerig. Dat is wel waar. Getuige. Ben je klaar voor de laatste? Nee. Oh, nee! Ja. Nee! Ja, dit zijn de sprinkhanen. De sprinkhanen, die zijn echt bizar groot. Want jij vond ze net al groot. Pink. Dat is echt gewoon jouw pink formaat. Ja, dit is echt heel heftig. Ik weet het. Bij sprinkhanen zit nog wel een soort verhaaltje aan vast. De poten en de vleugeltjes moeten eraf. Dus ik zal er even één pakken. En ik zal het even laten zien aan jullie. Kijk, je ziet hier dus dat er dus pootjes aan vastzitten. Oh, die zijn er al af. Met weerhaakjes. Daarom mag je het niet eten. En de voorpootjes moeten eraf. En de vleugeltjes moeten eraf. Kijk, het zijn echte vleugels. Vet, hè? Oh, kijk, die moeten eraf. En dan kun je hem in principe zo kun je hem eten. Voilà, een hele mooie kaalgeplukte krekel. Oh, je vindt het echt niet leuk. In het kader van survivalen zal Lara dat dus ook zelf moeten doen. Want Lara heeft geen butler bij zich die even de vleugeltjes en de pootjes eraf haalt. Wacht, deze heeft echt nog wel weinig pootjes. Ik vind dat het wel veel gebroken zijn hiervan. Ik zie er ook heel veel zonder hoofd. Ze hebben allemaal een hoofd. Ja, maar sommigen hebben hun hoofd afgebroken. Alsjeblieft. Oké, leg eerst op mijn hand. Nee, gaat goed. Ik kan dit. Oké. Het is nu net als een garnaaltje. Het is net als een garnaaltje. Nou, je ziet dat hij nu één pootje heeft en een vleugeltje. Nou, die en moet een er oog af. En een neus. Oog en neus hoeft er niet af. Dat is lekker. Daar zit er eiwit in. Daar zit er eiwit in, denk ik. Breken, hè? Oké, wacht. Ik kan dit. Oké, sorry.
Oh, ik moet zo inhouden niet gaan gillen. Oké, ik doe wel zo. Kijk nou. Haal, trek het pootje eruit. Oké. Oh, daar gaat hij. Sorry. Maar hij is een beetje glad ook. Oké, ik kan dit. Kijk, ik ben zo professioneel. Je bent zo Lara nu. Ik heb zijn lijf gebroken. Ja. Het is al dood, hè? Oh. Het zijn geen oesten, het zijn mosselen. Oh, dat blijft ook echt nog zo aanhangen, dat ene vleugeltje. Nee. Nou, nu heb je hem kaal geplukt. Nu mag je hem eten. Ik heb dit voor jou gedaan. Wil jij dit? Ze stinken ook. Stinken ze? Ja, ruik maar. Weer dat muffige, alleen dan nog een ouder lijk. Ja, dan ga je ze in de wand zitten bekijken. Dat helpt natuurlijk niemand. Jawel, dit helpt. Dit helpt, dat je hem even openbreekt en erin gaat kijken. Oh, maar nu heb ik dus twee stukjes die ik moet eten. Ja. Sorry, ik weet niet hoe je dit eet. Kauwen. Oké? Nee, wacht even, ik vind het niet goed. Oh, we moeten toch één grote? Ja. Je moet toch even één geheel eten, want anders vind ik het... Ja. Oh, hij zit ook zo lief nu! Is het niet schattig? Ja, zo lief. Ik weet niet of ik het erg vind om schattige dingen op te... Oké, maar nee, ik hou mijn mond. Oké. Maar ik eet nooit iets wat zo groot is. Het past niet in mijn mond. Ja hoor, het zal niet in jouw mond passen. En deze zijn lekker, zei je? Ja, ik vind ze serieus niet vies. Oké. Oké, dan komt die... Nee, dit is nog erger. Nee, dat smaakt gewoon naar pinda's. Oké, het gaat goed. Ik kan dit. Maar goed. Moet je luisteren. Nee. Dat zit nu nog steeds in mijn mond. Nee. Gewoon. Doorslingen. Ik zie Lara zich al verstoppen in de bosjes als er allemaal guards om me heen lopen. Zij is zo in de bosjes te wachten tot ze iemand kan killen. En dan hoor je opeens vanuit iets. Oké, hij is weg. Volgende. Ja, lekker. Ik wil meer. Nee, maar dit was toch niet vies of wel? Nou, ik weet niet wat jij gewend bent om te eten hoor. Nou, dat is een hele andere discussie. We doen nog één en doen we tegelijk. Oké, gaan we dan cheers doen? Ja. Met die hoofd tegen elkaar aan? Met de hoofd tegen elkaar aan. Oké. Nee. Ik ga gewoon eten. Zo lekker. Mm. Over 10 jaar eten we dit allemaal, hè? Ik krijg het niet doorgeslikt. Nee, dat is het erge. De structuur is wel een ding. Ik vind de smaak niet heel vies, maar het is de structuur. Oké, ik ga het doen, lekker. Oh, dit is naar. Oké, het is weg. Ik kom misschien nog terug, maar voor nu is het weg. Maar je hebt het wel doorstaan. Hoe vind je het back to nature als je insecten zou moeten eten? Nou, verschrikkelijk. Ik denk dat ik eerder jou zou eten dan hoor. Ja, maar ik heb ook. Ik ben mals. Ja, nou, veel malser dan dit. Oh, dit is echt heel opgedroogd ook. Ja, nou, toch vind ik dat je het goed hebt gedaan. Dank je. Ik dacht echt dat je over je nek ging namelijk. Want zoals je net tegen ons sprak in het begin, toen. Make-up loopt ook uitweek van de tranen zo. Ja, snap ik. Zullen wij lekker bij pannenkoekhuis hier? Want er zit gewoon pannenkoekhuis naast. Je denkt, het zit midden in een bos. Dat zitten we ook wel. Maar daar is het pannenkoekhuis. Zullen we een kop koffie drinken of een watertje? Ja, pannenkoeken met sprinkhaan. Pannenkoeken met sprinkhaan. Jongens, ik denk dat we gelijk vanaf hier zeggen bedankt voor het kijken. En kijk heel snel naar het derde item waar we met Soraya Lara Croft gaan maken. Dit was eigenlijk het meest chille item. Want we ja, volgende keer gaan we weer sporten. Yay. Nou, dat zie je de volgende keer in dit innoverende videoreeksje. Dankjewel, Soraya. Oh, jij niet bedankt, Peter.